We gaan verder, nieuwe video. Ik heb hem even wat de microfoon wat harder gezet, op 15 decibel hoger. Want de vorige keer was ik niet te verstaan. Ik heb waarschijnlijk ook een disclaimer voor gezet van, oh, kijk de video niet. Even als je de video niet hebt gekeken, er gebeurde... ik had Griekenland helemaal overgenomen en toen verklaarde iedereen de oorlog aan mij. Kijk, iedereen verklaarde de oorlog, behalve Denemarken, maar die gaan nog de oorlog verklaren, denk ik. Dus ja, we gaan gewoon weer lekker verder. Hopen dat deze microfoon goed is, of dat hij nou wat beter is. Het ziet er wel naar uit, en als het niet zo is, dan gooi ik hem op 20. Als ik zo kijk, dan kom ik harder dan de desktop audio. Dus zal moeten lukken. Zo, even, als ik zo ging praten, moet ik eventjes onthouden dat ik even de eerste minuut ga kijken. Ja, dat ziet er wel goed uit, toch? Voor mij wel. Oké, jij. Schiet me op hem. Zit een City State Quest? Nou, maakt niet uit. Gewoon voor aanval aan. Oh, je kan niet meer aanvallen. Ik wil even kijken. 1 boot tegen boogman. Ik ben benieuwd wie de wint. Jij gaat daar. Do nothing. Do nothing. Next turn. Oké. Okay. Kijk, India verklaarde oorlog. En ik was ook van plan om met mijn legertje die stad over te nemen. Ik weet niet welke stad het is. Ik denk Varanasi of zo. Oké. Okay. Ik denk dat hier mensen wel mee eens zullen zijn. Ja, kijk, dat bedoel ik. Onnuttige snak. We afgør vores uenigheder på slagmarken nu. Som rigtige mænd. Een mightyme. Nee, ik heb voor mij nog nooit echt dat hij oorlog verklaard heeft, dus ik hou hem zo. Hij krabt trouwens aan zijn baard. Echt intimiderend hoor. Ach, wat zielig dit. Dus ik heb nu oorlog met letterlijk iedereen. En ze komen vanzelf knielend naar me toe. Oké, ik wil deze stad wel houden. En dat moet gebeuren. Oké, ik weet niet wat ik aan het researchen ben. Oh ja, we waren dit dan gaan doen. Val de stad maar aan, dan kan ik jullie zo doodmaken. Ik heb wel eens een keer de lyrics van dit lied geluisterd. Als het goed is, is het drumte Miek en die drumte Inai. Voor mij is dat het gewoon. DRO met streepje erin, ik weet niet hoe dat heet. MTE. M-I-G, dan N, dus gewoon E-N, I-D-R-O-N, nou O met streepje, M-T-E, I-N-A-T, gewoon nat. Dus het is gewoon Dreamtami, niet Dreamtami, nai. Voor mij is dat het gewoon, oké, jullie kunnen straks schieten. Maar het kan zijn dat de audio van het game wat zachter is, maar dit zijn gewoon testvideo's hoor, zoek het maar uit. Oh shit! Wat heb ik gedaan? Nee, dit wil ik niet! Hallo! Wat heb ik gedaan? Heb ik nog op retire? Nee, heb ik nog op retire geklikt, serieus. Dit meen je ook gewoon. Dit meen je ook niet. Wat heb ik gedaan? Please zeg niet dat ik op retire heb geklikt. Please. Moet ik weer de hele game opnieuw opstarten. Gelukkig kan ik een load game doen, maar alsnog. Oh. Ik word toch moe van deze gezeur. Dan gebeurt er niks. Moet de game gecrashed ofzo. Er gebeurt echt niks. What's happening? Oké, hij loopt voor mij echt vast. Ik ga het eventjes opnieuw opstarten, denk ik. De hele game gecrashed, sick. Nou, ik doe hem even opnieuw. Oké, hij doet het weer. Laten we kijken hier hoe we weer oorlog krijgen met Denemarken. Jeg bliver træt af denne unyttige snak. Vi afgør vores uenigheder på slagmarken nu, som rigtige mænd. Hey, my Timmy. Boy declared, wow, eng man. Nou gaat hij weer mijn boot aanvallen. Oh, gaat hij het weer doen, hoor. Ja, daar gaat hij.
boeit echt zo weinig, want door zo saai het erover. Wauw, jullie krijgen letterlijk veel meer damage dan dat ik krijg. Wauw. My ship of the line naar OP. En nog steeds die encampment weghalen. Ach, dit weer. Zo. Nou ja, ze schieten maar op de stad, want ze doen alleen maar hunzelf damage. Oh, dat is al helemaal slim. Zo, nou, die zijn automatisch dood. Ja, kill. Die, 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 die. Yes, oké. Okay. Nou, hij killt zichzelf. Soms is de AI niet slim. Laat ik dat even duidelijk maken. Nou, hier is ook nog een klein legertje. Ik denk dat jullie even... Oké, Sparta kan schieten, gelukkig. Dus dankjewel Sparta. Alles is hier geplunderd. Komt wel eens een keer burger. Als het goed is, zou ik niet meer zo dicht bij de microfoon hoeven te staan. Omdat ik hem wat luider heb gezet. En daar ben ik blij mee. Want het was irritant. Maar ik kan ook gewoon zo praten, maar dan staat hij echt bij het geel. Dus ik weet niet. Ik ga gewoon zo praten. Hey. Zo. En hopelijk dat hij het gewoon doet. Nu een great musician. Nou, dat lukt wel. Goed zo, jongens. Is weer een boot minder. Brussel, Bratislava. Jullie doen maar lekker, joh. Zijn we nou weer vergeten die units te pakken? Oh, for fuck's sake. Goed zo, jongens. Zijn ze nou gewoon Sofia aan het aanvallen? Zo, ja, dat vind ik echt leem. Melbourne. Voor mij is het nu of ally of... Oh nee, dat valt hartstikke mee. Ik heb niet zoveel money. Dat valt heel erg mee hoor, hoeveel money ik heb. Oh, iedereen kan schieten. Nou, jij kan alleen maar op die schieten. Jij alleen op die. Kaboel ook weer. Cool. Oké. Deze knight is denk ik sterker dan een crossbowman. Zo. Oké, ja, wat wil ik nou aan het researchen? Ja, dat wil ik eerst weten. Oh, rifling. Oké, als jij nou even tijd trekt. Jij gaat hem even proberen te verdedigen. Kan ik hem upgraden als rifleman? Hier, schiet en schiet. Oké. Kan ik hem verslaan? Ja, dat kan, want hij leeft nog niet meer. Oké, dan kan je gelijk door. Ik wil eigenlijk degene zonder plus 1 range ook laten vechten. Dat is misschien wat handiger. Dus ik weet waar ze zijn. Ah, hier is er één. Die gaat meteen dood. Die heeft geen plus 1 range, die niet. Die niet, die niet, die niet, die niet. Nou, die wel. Dat is de tegenstander. Waar is die andere dan heen gegaan? Oh, die zijn zeker hierheen gegaan. Oké. Bootje, is er iets wat we kunnen doden? Deze. Oh, er zitten nog meer bootjes in. Zo, weer een unit minder. Even de social policy erop gooien. Deze. Great Admirals kunnen we dan kopen. Maar deze is ook wel nice. Ik weet het niet. Ja, hier heb ik nog niks aan. Laten we deze doen. Of we kunnen ook een Tenet doen. Ja, daar boeit me echt zo weinig. We hebben 20 happiness hier. Van 20 naar 29. Zo, jou pakken we. En jou pakken we. Zo. Nou. Ze mogen Arthur van mij hebben hoor. Zolang ik maar die andere zooi heb. Oké, jij. Wachten. Jij kan hem ook pakken als je wil. Nee, slaat nergens op. Nee. Nou, doen jullie... Maar niet deze, want die is een beetje te sterk. Zo, healen. Zo. Oké. Weer een boot minder. Ja, je moet niet met boten tegen mij gaan, want dat win je niet. 100%. Oké. Schiet maar op hem. Jij valt hem aan. Wint niet. De stad weer in. Wauw, dacht hij dan met een Gatling gun en een kanon mij aan te vallen? Van een retard. Oké. We gaan kijken. Wat kunnen we aanvallen? Indonesië gaan we even pakken. Die Samarinda zit mij te ernstig te storen. Oké. Ship of the line. Je gaat door. Jij kan zo mee. Dus jullie blijven mij even healen. York. Nee, ik wil York. Waarom zou je dit ook doen, jongens?
Hier, one shot. Dag. Pak ze. En die schudt er twee. Oké, onthoud. Even alles inladen. Nee, hou nou op. Ik wil alles inladen. Wie? Melbourne. Ach, wat vervelend allemaal. Oké, we gaan even met onze kanonnen het water op. Met jou het water op. Met jou het water op. Nou, het bootje zit al op het water. Pataliputra. Pataliputra bedoel ik. Die zit hier. Oké, duidelijk. Jij gaat daar. Jij gaat hier. Jij gaat hier. Musket meneer. Jij gaat daar. Kunnen we nog een wonder bouwen? Hurry production, jij weet wel. Nope, oké, dan niet. Doe maar een constabulary. Ja, ik moet wel doen. Kunnen ook Loony proberen aan te vallen. Gaan we niet doen. Je kunt proberen, zei ik. En voor een paar kanonnen. Ah, weet je wel, ik kan het wel doen. Een paar kanonnen kopen. No problem. Zo. Je dijn. Oké. Oké, zo. Choose production. In een van deze steden. Caravansary. Hoe heb ik hem nou? Oh shit, ik drukte weer bijna op die taille. Zo. Ik heb mijn geluid ook wat zachter gezet. Oké, even muurtjes. Money. Gaat wel lekker, hè? Ik heb geen eens trade route, naar mezelf. Voor een beetje productie. En nog sta ik dik in de plus. Geen eens Golden Age. Ik weet niet hoe aan die money komen, maar ik ben er blij mee. Er is een kanon. Auw, wat vervelend, man. Ik ben zo bang. Een paar bootjes. Nou. We moeten ze echt één voor één gaan aanvallen. Nou, ik wens u succes. Oké, ze kunnen de stad nu hebben. Ik hoop het niet, want er zit een ship of the line in. Ja, als je met je media gaat aanvallen, vind ik het goed. Oké. Ja, je overleeft het wel, hè? Je overleeft het. Je overleeft het. Goed zo. Hij heeft het overleefd. Mooi. Dan moeten we snel dingen tegenhouden. Oké, hij gaat... Fuck, hoe gaan we dit dan weer doen? Gaat hij Corinthe overnemen? Dat wil ik niet. Fuck! Shit, fuck, shit, fuck, fuck. Shit, fuck, shit, fuck, fuck, shit, fuck, 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 fuck. Zit mijn hele Griekenland over te nemen. Maakt niet uit, jullie gaan weer naar... Weet je wat, jullie staken deze oorlog. We gaan Samarina aanvallen, later wel. We gaan eerst Zweden overnemen. En dan bedoel ik echt overnemen. Want ze zijn een beetje te gevaarlijk. Ja, deze stad hebben ze. Was dat Sophia? Oh, jullie zijn mijn ally. Daar ben ik blij mee. Dankjewel voor de Minuteman. Appreciate. Le appreciate. Ja, waarom je dit zou doen? Ik heb geen idee. Waarom kunnen die zich raken? Er zit een heel in de weg. Oké, nou ja. Maakt niet uit. Jullie gaan we even eerst weghalen. Kanon weghalen? Ja, dat is wel een goed idee. Stad schiet op de... Ja, plundert. It is well that war is so terrible. Oh, we should grow too fond of it. Zo, oh, ho, 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 ho. Jij, op hem. Jij, op hem, want dan kan hij minder damage doen. Zo. Nog een stad. Jij, op de Ironclad. Oké, zullen we even een privateer weghalen? Poging tot, jij weg. Oké, mooi. Dan hebben we nu twee privateers weg. Zo. Oh nee, maar ik doe één, maar deze gast dan ook. Zo. Rifleman. Jij... Kan jij hem... jatten? Oh. Nou, mooi. Jullie zijn nu 15% bonus kwijt. Heal. Pak hem. Ik weet niet waarom je dat ook zou doen. Minor defeat, joh, boeien.
Oké. Steam power. Ja, steam power. Jullie maar, ja, jullie kunnen dat nog niet aanvallen. Jullie zouden even moeten wachten. Hey. Maar jullie kunnen alvast staan. Zetten we even een paar units hier alvast neer. En een paar kanonnetjes. Of die Frygates, als ze klaar zijn met hun oorlog. Wachten we daar wel op. Stad, waar kan jij op schieten? Oh, daar. Trium. Dag, Trium. Oké, alles even inladen. Yes. We gaan even kijken. Hier naartoe. Zo. Bootje daar naartoe. Bootje daar naartoe. Daar naartoe. En zo. Zo. Oké. Bootje. Je hebt geen plus in range. Dus je wacht maar even. Ja, alert. Minuteman, daar staan. Oh, jij bent de nieuwe. Oké, ga maar hier staan. We maken een submarine, die sturen we naar Zweden toe. Granary. Seahouse. Seahorse. Ja. Die. Ja. Cool. Oké, jullie gaan nu meteen naar Zweden. Nu meteen. Ook de gedamagede. Jullie moeten die jongens terugpakken. Voordat het te laat is. Ja, leuk voor die pikeman. Interesseert me even heel weinig. Die admiralen verdedigen. Zo, Caravel ook. Want anders gaat het echt mis. 100%. Alle boten enemy, of alle boten zijn gewoon een enemy. Als je erover nadenkt. Next turn. Cape Town is neutraal. Die gaan we wel eens een keer pakken. Als dat lukt. Als ik genoeg monies heb. Laza is vriendelijk. Ja, leuk. Oké, ze hebben Corinthe. Dat weet ik wel. Of ze focussen een ding op Athene. Maar die mogen ze niet hebben. Anything but that. Ja, dit is gewoon niet handig. 60 damage, wat wil je nou? Wat is nou het doel van je attack? Beetje schieten. Nou, gevaarlijk man. Oké, overleef het. Dat overleven ze voor mij wel. Ik weet niet zeker. Oh nee, dat overleven ze niet. Oh jawel. Ja, nee, dat overleven ze nog niet. Waarom laat jullie zien dat er promotion is? Ik word toch doodgeschoten. Maakt niet uit, maakt niet uit. Arie, Sajina, Same, woe. Ik wil eigenlijk deze als ally hebben, maar ja, dat kan allemaal niet. Dag Corinthe, dag. Ja, ga maar met de Ironclad in de stad. Dat is zo slim als wat. Oké. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ja, schiet maar op hem. Daar heb ik toch geen last van. Stad schiet weer op die andere gasten. Ja, dat is toch wel leuk allemaal, maar wat moet ik nou doen? Kijk, ik kan wel helemaal omrijden, maar ik heb het gevoel dat hier ook units gaan staan. Ik hoop het niet, want dan kill ik die privateer helemaal even de dood in. Ik kill de privateer to death. Met wie heeft nou oorlog gevoerd die ik gewoon niet oorlog meer heb? Is Polen volgens mij. Ja, onnoop. Oké, deze stad moet ik wel hebben. Waar zetten we een kanon neer? We zetten hier een kanon neer. En we zetten daar een kanon neer. We hebben twee kanonnen namelijk. Ja, goed zo jongens. Gelukkig heb ik trouwe allies. Even kijken, stel ik zou schieten. Oh, dat kan ik niet weten. Oké, dan niet. Ach ja. Het is toch leuk dat met iedereen oorlog hebben. Interesseert mij het nou. Ik wil toch de wereld. Iedereen heeft koorhuis aan het bouwen. Het gaat lekker. Een paar steden verloren. Nou, die pak ik zo weer terug hoor. Geen probleem. Een Hakapelita. Jij kan ook even zo. Op land unit. Dat maakt niet zoveel uit. Dan ga jij deze Hakapelita kapot maken. Dag Hakapelita.
Jij schiet op hem. Jij overleeft het zeker weer, tuurlijk. Dan zoek je het maar uit. Dan, maakt niet uit, dan blokkeren we zijn ding gewoon. Oké, Toledo. We gaan eerst even alle steden laten schieten. Dag, Great General. Ik wil die 50% bonus verdienen, niemand. Zo. Jij op hem. Kanonnetje op hem. Yes. Ja, Corrie, het is overgenomen, ik weet het. Big fucking deal. Kunnen we deze ook even pakken? Doen we het even zo. Jij via hier, pak hem. Stad kan schieten op de kanon. Maar dat was de meest mislukte oorlog ooit. Oké, stad op hem. Altijd zoveel mogelijk damage doen. Oh, maak je ze niet dood. Het zorgt ervoor dat ze dood kunnen gaan. Ziel. Oh, wat vervelend, man. Do nothing. Oké. Jij gaat hier zitten. Jij gaat gewoon op land. Of aan land. Of in land. Of ja, dat wel. Zo. Bootje kan alvast schieten. Kanon. Het land op. Jij. En jij. Wacht. Jij gaat hier staan. Want ja, je hebt plus 1 range. Ik hoop dat... Nee, dat is geen goed idee. Ik heb ervoor dat hij daar niet kan schieten. Omdat hij heel in de weg zit. Ja, leuk. Leuk. Unit orders. Jullie gaan nog steeds zo snel mogelijk weg. Ja, we gaan gewoon langs de enemy varen. Like I care. Er is vast wel nog een boot die gewoon bijna stopt. Kijk, zoals hier. Schiet toch gewoon met de op hem. Oh, dat kan natuurlijk niet. Met zo'n unit. Oké, dan jullie. Kijk, deze wel. Bam, dag. De volgende u. Zo. Zo. Geen boot vergeten. Nope. Oké, we zijn er bijna. Dan gaan we lekker een tegenaanval gooien. Next turn. The Great War. Ik voel me een beetje de Duitsland van deze wereld. Ik dacht dat ik... Nou, gaan we daarheen? Nee, gaan we hierheen. Zo, unit orders. Next turn. Nou, jongens, overleef het nog een beurt en dan komt de hulp. En dan zouden jullie dit wel moeten winnen. Al die boten gaan er echt eraan gewoon. 100%! Dus ik hoop dat ze Athene gaan proberen over te nemen, want dat gaat ze nooit lukken. 100%. Oh nee, een stad die schiet. Oh nee. Een beetje damage. Hoeveel? 21 hoor, no. Oké, jullie gaan hier staan. Ja, goed idee. Goed zo jongens, val de stad aan. Niet mijn boten. Betekent alleen maar dat ze meer doodgaan, dus. Ja, dat deed best wel veel damage, maar niet genoeg. Ja, helaas. Oké, laten wij kijken wat we onze oplossingen kunnen zijn. Nou, er komen boten aan, die schieten gewoon alles kapot. Ja. Kill die boot maar. Je doet maar lekker. Weer een units. Met mijn units. Graag met je units. Kill gewoon deze hoor. Ik weet niet wat je probeert, maar zo moeilijk is deze. Shaka, je bent echt een idioot. Je hoort een militair genius te zijn. Nou, integendeel. Wat een noob ben jij. Maar dat was de aflevering. Hopen dat de microfoon nu goed doet. Doei!